Meio. E aí, bem. Bokken springen. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer maandag 24 augustus en we leven om 13:56, bijna 2 uur en ik ben heel erg laat. Ik heb het hele weekend ook niet gevlogd, ben niet in orde, ik zit niet lekker in mijn vel, alsmaar ontzettend hoofdpijn en rugpijn en misselijk daardoor. Ook is het morgen weer de 25e uiteraard en ja, daar zit ik ook weer tegenaan te hikken. Maar ja, je moet wel doorgaan, maar ik ben zo beroerd en nee, geen corona of wat dan ook, nee. Ik denk door de hitte te bevangen geweest en mij goed gehouden en ja, dan krijg je na die tijd de klap, hè. Maar ja, ik had gisteren een jurkje aan met 3/4 mouwen, maar dat was ook weer te heet en vooral voor in huis. Ik denk, ik moet toch wat anders aan. Nou heb ik gewoon mijn broek aan die bij die lange jurk past. Die erbij hoort. En dat is deze. Dat is een ballonbroek. En een geel shirtje erop. Want ja, ik denk ook, ik hoef niet iedere keer ook die jurk aan. Maar ik wil wel die broek aan kunnen hebben met wat anders erop. Dus dat heb ik nou even uitgezocht en ik heb me lekker even gewassen enzovoort, maar dat wil niet hoor. Nee, mijn haar heb ik nog niet gedaan, dat moet nog, maar daar moet je ook het fut voor hebben. Laat dat. Wat moet je iedere keer nou bij de nekjes pakken? Ah, Rijka toch. Er gaat toch niet iemand blenderen met leugen? Wat ben je ook? Ja, je bent. Bokken springen. Je lijkt wel een bok. Die doet ook zo. Ja. Hé, kereltje. Hé, kereltje. Kan alle vier. Jullie moeten zo eten, hè, kerel. Ja, godje teken. Ik heb hier nog wel wat voor je staan. Kom eens even hier. 1, 2, ik heb daar nog wat voor je staan. Ik ga eerst even met Rijka lopen. En daarna krijgen jullie te eten. Wobbelen. Zo. Weg is weg. Ik heb namelijk de tuindeur nog even openstaan, omdat Rijka buiten was. Ja. Dus ja, dan weten jullie dat ook gelijk. Ik ga even met Rijka lopen. Zover het nu staat, krijg ik morgen weer een pakketje binnen. Ja, en dat gaan we ook weer samen openmaken. En daar verheug ik me op. Ja. Als ik het allemaal goed begrijp en ik neem jullie mee, dan trillen jullie ook niet meer zo met dat bewegen. Of door de wind, weet je wel. Nou beweeg je door die wind. Dan niet zo erg meer dan nu. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Althans, ik hoop het. En die is gek. Die staat aan te schreeuwen achter de deur. Maar oké. Ik moet buiten wel een jasje aan. Ja, die past er eigenlijk nou niet bij. Maar ja, zwart staat wel overal bij, maar dat witte niet. Ja, er zit geen wit in. En toch staat wit ook overal bij. Dus ja, wat kan het mij ook boeien. Het is een jasje, dus ik trek hem gewoon aan en... Ik denk dat mijn lange jas weer te warm gaat worden, dus ja, die is wel voor de nacht al lekker, die lange. Eigenlijk ook een zomerjas, maar er zit van die nylon voering in, weet je, en dat zweet zo. Dus ja, dan moet je toch weer wat er onderaan doen, wat een lang mouwtje hebt. Ja, je ziet het al, hè, blauwe plekjes krijg ik van Rijka. Ja. Ik heb er hier ook eentje gehad, die is alweer weggetrokken, maar ja, en af en toe is op mijn benen, nou ja, oké, moet kunnen toch. Ja, daar is er een hondje voor en als je met elkaar aan het spelen bent, nou ja, oké, krijg je blauwe plekken. Moet kunnen, ja. Maar oké, lieve vrienden, sorry dat ik met het weekend dus niet gevlogd heb, maar in ieder geval, ik wens jullie voor vandaag weer
En hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, we gaan gewoon weer door met die banaan. En ik heb wel vlogs wat in elkaar gezet. Ik heb ook de filmpjes in mappen gezet. Dus ik kan weer rustig aan gaan renderen. Ja, dus dat komt allemaal goed. En we gaan gewoon vol goede moed weer ermee verder. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik hou jullie voor alles op de hoogte. Verdrijven en het zeilen. Dat is vrijdag en zaterdag. Dat weten jullie. Daar gaan we vrijdag of zaterdag achteraan. Dus die laat ik gewoon liggen. En dan komt het allemaal goed. Ik weet niet of er nog verder wat te bespeuren is. Ja, ik moet nog weer eens bij die brug kijken of ze daar mee bezig zijn. Maar ik weet het niet. Volgens mij had het al lang al eens een keer af moeten wezen. En ik heb, ja, er werd gezegd dat die brug komt ook. Nou ja, ik heb daar nog niks gezien. Nee, absoluut niet. Vorig jaar was het al lang al af. Ja, maar nee. Nu nog. Maar we zullen beleven wat gebeurt daar. Vreemde dingen gebeuren er. En dat is mijn mobiel, maar ja, ik zat naar die vreemde dingen te kijken. Wat er aan de hand is geweest, niet? Nou ja, dat laat ik jullie ook niet zien, want dat is weer privé. Ja. Ja, niet voor mij hoor, maar voor die mensen, privé dingen. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze van deze dag, want het is prachtig mooi weer, het is wel bewolkt, maar dat kan de pret niet drukken. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes retour. Ben druk bezig weer met renderen. Dus dat komt ook allemaal goed. Ik heb Karin al aan de telefoon gehad en het is nog steeds hier een prachtig mooi weer. Het is bewolkt, maar het zonnetje schijnt ook. Het waait, maar het is niet koud. Dus wat willen we nog meer? Ja, ik zit er nog steeds zomers erbij. Heerlijk, lekker luchtig. En Rijka die ligt prins heerlijk te slapen in de mand. Hij heeft nog een jeukerige neus ook. Kennen jullie dat? Nou, slapen doet ze niet, maar toch. Hé? Ja, ik. Zeg, meisje. Maar daarnet lag Kandalf ook in de tuin. Althans, nee, die is weg. Helaas, pindakaas. Die lag achter de aardbeien. Ja, maar die is er niet. Nou ja, kijk eens hoe mooi de lucht is. Wel bewolking, maar ach, kan de pret niet drukken. En een gipsvlindertje vliegt daar. Ja. Nou, ik hoop dat er ook snel eens wat aan gedaan wordt, dat ik hulp krijg. Want ja, dit is me niks. Dus, hup, weer daarom in. Dat ik zit dus ook gewoon met de deur open. Ja, op kleine middelste haakjes, zodat niet een kat eruit kwam. Maar Emo die zit daar toch? Die is daar. Die wil niet hier. Nou ja, dan niet. Blijf ze daar toch? Ja. Ook het keukenraam staat op een kiertje. Een heel klein kiertje. Kijk, daar is Kandalf. Achter het fietsenraam, tussen die auto's. Het raam moet, dat moet ook nodig gebeuren. Ja, en waar ik het al eerder al over heb gevlogd, dat is dus mijn prachtige, mooie orchidee. Hoe is die? Ja, nou, even zien hoor. Ik zal eens even tellen. Ik weet niet eens hoeveel bloemen erin zitten. Wow! 1, 2, 3, 4. Even draaien, 4. 5, 6, 7, 8. En dan komt er nog dan 1 aan. Dat is het bolletje.
Maar er komt ook nog een klein puntje. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Hou eens op te harnissen. Hier bij mijn vinger komt nog een puntje. Ik weet niet of je, ja, kijk, zo kun je het een beetje zien. Daar komt nog een puntje. Wat het voor een puntje wordt, weet ik niet. Nee, of het ook weer een bloemetje wordt. Ik zou het echt niet weten. En hij wiebelt alle kanten op. Oh, zo, tegen die aanleunen. En dan kon ze dus helemaal niks zien. Die hek ooit van Corrie gehad, die andere plant. Maar daar wil verder nog niks in komen dan maar bladeren. Maar ja, kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, het is nou even een steunpilaar geworden. Voor mijn orchidee. Ja, ik kan er niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Ja, en ik ga dus weer verder. En ik hoop dat jullie van mijn vlogs mogen genieten. En ja, misschien dat er wat in petto is. Ik weet het nog niet. Met die broodjeszaak weet ik ook nog steeds niks van. Ja, ik noem het een broodjeszaak. Ik weet niet exact wat je er allemaal eten kan. Ik ben één keer er binnen geweest. Maar ja, een lieve vriendin van me werkt daar. Dus ja. Maar in ieder geval, ze gaan dus TZT verhuizen naar dat nieuwe gebouw. Maar ja, dan moet ik eerst weten hoe en wat. Maar zij moet haar meerdere spreken. Nou, en dan dat vrouwtje waar ik die broek en die jurk met die kleurtjes erin heb gekocht. En mijn nieuwe jas, die is eigen baas, dus die moet gewoon nadenken met wat ze wilt en dan hoor ik het ook wel. Nou, dan kom ik regelmatig over de vloer, dus dat komt ook wel goed. Even pushen. Nou, eerst had gisteren, nee, van de week had ze een boekhouder, geloof ik dat dat was. En die zei, doen, als je dat kind ze wil gebruiken. Oké, nou ja, dan moet zij beslissen, want zij is eigen baas, dus ja. Maar het komt wel goed, ik zal wel van de week er even weer heen om eventjes te vragen of ze al nagedacht heeft. Ja, en dan komt het wel goed, maar dan moeten we ook even zien, want ik zei al, ja, maar ze zegt, hoe moet het dan? Ik zei, nou, ik zeg, dat komt dan wel weer. Ik weet wel een verhaaltje voor haar zelf. Die zei je dan één keer spreken. Maar ook een modeshow geven. Ik zeg, je hebt toch familie, vrienden of wat dan ook. En anders probeer ik even een paar dames zien te vinden. Wil ik jullie een modeshow geven? Kom maar op. Ja. Enkel, het is vrijwillig. Je doet het gratis. Simpel. Je wilt er niks voor hebben. Nee, mag niet van mij. Maar oké, ja, we gaan proberen. Ik zal van de week, als, ja, het moet wel een, ik laat me niet ervoor nat regenen, hè, dat weet je. Dat begrijp je wel, hè. Als het hagelt en dondert en regent, et cetera, dan ga ik er niet doorheen. En zo woensdag is er heel erg slecht weer op komst. Wordt verteld. Code geel. Dus, ja. Maar we merken het wel, we zullen het wel beleven. Ja toch, ik ga nou hier weer mee verder. Ja, dat is donderdag 6 augustus en die komt dan online op ik even naar mijn kalender. We hebben de 31 augustus. Ja, moet je even kijken. 31 augustus. Maar ja, het is morgen. 25 augustus, de 25ste iedere maand, is voor mij een rotdag. Ja, soms begint het al een paar dagen van tevoren. En dan de 28ste, had mij, is, nee, niet had, want ze leeft nog, is mijn jongste dochter Katja jaar. Voor mij ook in principe een rotdag, omdat ik niet bij haar kan zijn. Ja, maar ja, dat is... privé. Ze is zwaar autistisch, dus dan weet je dat, denk ik wel, ja. Maar oké, maakt niet uit. Ik hou wel van een heleboel bende, veel tot aan de hemel en voor nog veel verder hou ik van haar. Ja, maar zij kan er niks aan doen, nee. Komt, ik hoop dat het ooit goed komt, dat ze beter weet en ja,
Ze is al meerderjarig, maar verstandelijk niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik nou ook weer doen. En doe het met een lach. Probeer te lachen naar iedereen die je tegenkomt. Doe de groetjes aan iedereen. Ja, maakt niet uit. Wees blij, wees happy. Maak je ook een ander weer happy. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later.